Ik ga vandaag een van mijn favoriete knopen doen, de Trinity knoop. Dit is eigenlijk een van de knopen waardoor ik op zoek ben gegaan naar nog meer stropdas knopen. Met deze knoop maak je echt indruk. Omdat je gewoon altijd gespekstof, echt een hele geweldige knoop. Je knoopt hem inderdaad weer met de dunne zijde van je das. Wat je doet is, je pakt de brede zijde, meet je weer af op ongeveer navelhoogte, riemhoogte, zodat je meteen goed zit. Vervolgens knijp je brede zijde, die ik nu links heb, af naar het midden toe. En haal hem er overheen, onderdoor het midden, terug naar links. Vervolgens ga je achterlangs door. Ga je door het midden. En haal je hem doorheen. Wat je nu doet is, je het dunne gedeelte helemaal naar rechts haalt. Zorg ervoor dat je hier al goed zit. Dat je kreuk van je das hier in het midden, dat die goed zit. Want daar heb je geen tijd meer voor om dat straks aan te passen. Nu maken we een horizontale slag. Dan halen we hem achterlangs door. En brengen we hem meteen hier door het midden in. Zo. Dan mag je het horizontaal gedeelte al wat aantrekken door hier aan deze bovenste lus aan de achterkant te trekken. Nu draai ik deze das hier helemaal naar achteren toe om. Wat ik ga krijgen is dat ik hier deze lus hier, daar haal ik hem dan nog een keer doorheen. Zo. En rustig aan trek je alles wat strakker. Op die manier heb je je Trinity knoop hier al zitten. Deze knoop is met een das met strepen nog veel en veel mooier. Ja, niet alle strepen trouwens, maar dan krijg je die strepen, die kun je dan zo in een tribal vorm op je das krijgen. En het overtollige gedeelte verstop je hier onder je kraag. Sommige mensen die vouwen hem hier eromheen. Dan krijg je een hele dikke kraagopbolling. Ik neem er iets meer de tijd voor, zodat ik hem onder die andere lus erheen krijg. Ja. Even controleren dat er niet. Ja. Juist. En hiermee heb je een hele mooie Trinity knoop. Laat me weten wat je ervan vindt. Ik ben erg benieuwd. Succes met deze knoop.